De ruïnes komen tot leven. Ja, oh, wat vet. Wat vet. Oh, dit is super cool. Yo, Nintendo fans. Welkom bij misschien de laatste Pokémon Snap video. Wie zou het zeggen? Want we moeten naar Aurros, naar de Ruins of Remembrance. En hier is misschien wel de allerlaatste Illumina Pokémon. Wie gaan we hier zien? Wat? We zien sowieso Houndoom. What? Oh, en wat is dat? Eldegoss. Is die Illumina Pokémon hier wel? Of is dit gewoon weer een nieuwe route? Misschien is die er helemaal niet. Oh, maar dit is cool. Ik vind dit nu alweer vet. Ik kan dit niet aan. Ik vind het elke keer weer super vet gewoon. Hier is in ieder geval de Crystal Bloompie van dit gebied. Hier zijn de Ancient Ruins. Even scannen. Dan gaan we hier naartoe. Dan moeten we ook weer wat scannen zo te zien. Wat is hier dan? Nog een Crystal Bloom. Waarom scannen die Crystal Blooms? Wat doen jullie trouwens de hele tijd? Jullie verspreiden een soort van... Lijkt het wel Illumina, jongen. Oké, we hebben Eldegoss gezien. We hebben Houndoom gezien. Ah, die staat daar nog bovenop de berg. Ja, vette Pokémon ook, hoor. Echt een hele toffe. En volgens mij gaan we nu hier naar beneden. Wow, wow, wow. Nog een Houndoompie. Dude. Houndoom. Oh, Noivern. Vet. Ik vind het zo tof, hè. Al die geluiden altijd van die Pokémon. Je hoort gewoon af en toe echt helemaal aan de linkerkant in je oor een bepaald geluid. En dan word je heel nieuwsgierig welke Pokémon het is. Maar ja, dit is gewoon nog niet, denk ik, waar Lumina Pokémon is. We zien nu nog eerst allemaal andere Pokémon. Ik kan natuurlijk ook appels gooien naar die Pokémon. Solendit, wil je een appel? Lekker, hè? Ja, joh. Lekker appeltje eten, jongen. Dit is ook tof, jongen. Kijk dan. Alsof je in het heelal bent. Wat is dat voor bizarre boomconstructie? Jemig, waar zijn we nu dan weer beland? Oh, oh. Wow, 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 wow. Eldegoss, Sigilyph, wat doe je? Is die aan het communiceren met een Noivern of zo? Oké, wat is dit hier dan? Numerous heart-shaped may markings cover the wall. Allemaal hartjes op de muur. Oh, daarachter. Ja, daar staat een Golurk. Daar is een Behemimi. Die naam vind ik altijd moeilijk. Behem. Kijk, wat zijn ze nou aan het toveren met z'n allen hier, joh. Wat doet die? Houndoom is ook weer van de partij hier. Echt heel cool. Ik weet niet wat hij precies aan het doen is, maar ziet er echt vet uit. Hij doet als een soort van mannetje die op het vliegveld staat. Die dan zo met bordjes aan het wijzen is. Daar naartoe, daar naartoe. Luchtvaartbrigadier. Zo gaan we deze Pokémon noemen. Of niet, Houndoompie? Crystal Bloompie. Wat zien we nog meer? Wow, dikke vet Golurk. Wat is dit allemaal? Wat zijn dit allemaal voor beelden, joh? Oh, wat een mooie omgeving is dit. Hé, Natu. Yo, Natu, kom daar eens achter vandaan. Ik wil even een fotootje maken voor jou. Super cool. Hier moeten we weer wat scannen. Dit zijn numerous deep gashes hier. Ja, dat heeft ook een bepaalde Pokémon gedaan. Geen idee welke Pokémon. Hier moeten we natuurlijk straks een Illumina Orb op gooien, maar die hebben we nog niet. Ik heb nog maar 7 foto's over trouwens. Ik ben echt keihard aan het klikken de hele tijd. Wat zie ik daar nog? Allemaal Crystal Blooms. Allemaal Crystal Blooms van verschillende regio's. Dat zal waarschijnlijk nog wel een puzzeltje gaan worden. Natu zit hier op de boom. Behem, Sigilyph, Houndoom, Golurk. Hebben we allemaal even op de foto gezet. Oh, kijk deze Natu slapen. Super schattig. Oké, jongens, we hebben nog 5 foto's over. Nog 4 foto's over. Ik dacht dat we er al lang zouden zijn, maar blijkbaar nog niet. We moeten nog een heel stuk. The crystal blooms and the statues are arranged in some kind of position. Ja, hier hebben we alle crystal blooms voor nodig, denk ik. Oh, wow, wow, wow. Niet boos worden. Niet boos worden. Wat gebeurt hier? Some sort of pedestal behind the sleeping Golurk. Ja, dan moeten we waarschijnlijk straks hier allemaal crystal bloom dingen opgooien. Die moeten we allemaal openen met die orbs. En dan kunnen we misschien wel hier naartoe. Dan gaat het misschien hier open of zo. Of niet, Behem. Oh, kijk, we zijn aan het einde. Ik zou dus nu nog safe even wat foto's kunnen maken. Maar ik vind het wel prima. Super vet gebied dit, jongens. Als je dit ook vet vindt, doe even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren, want we zijn bijna bij de 50.000 abonnees. What? Looks like you made a lot of new discoveries. Ja, het zijn maar 8 Pokémon die ik blijkbaar op de foto heb gezet. Dat zijn er niet heel veel. Ik heb wel een 3-sterren foto van Houndoom. Eldegoss hebben we erop gezet. Hebben we ook 3 sterren van. Ja, dit is een lelijke foto. Daar ga ik geen punten mee scoren. Ik denk dat ik hier misschien meer punten mee score dan Noivern. Salandit. Pakken we deze. Sigilyph. Ja, die deed ook echt gekke shit, joh. Heel vet. Deze vind ik wel cool, man. Vette foto. Dan Golurk. Behem. Ja, hele vette fotootjes ook, hoor. En Natu. 4 sterren foto van Natu. Nou, laten we die maar gelijk meenemen dan. Kijk, deze Houndoom.
Kijk hem schreeuwen naar de camera. Oh, net geen diamond. Elder Gossie. Die zal ook geen diamond zijn. Denk zilver. Ja, zilver. Dan Neuvern. Oh, dit is de achterkant van Neuvern. Oh, daar heb ik even niet goed opgelet. Ja, dat is dan brons. Ah, Salandit dan. Met zijn appel. Ja, lekkere appelsalade en maken Salandit. Dit is wel echt een hele dikke foto. Deze wil ik wel houden. Deze ga ik opslaan. Even kijken hoor. Ja, dik diamond. Lekker. Go lurk. Deze Pokémon let nooit op. Die is altijd aan het lurken. Goud. Bihiem! Die hier een soort van magische Harry Potter spreuk aan het doen is. Daar krijgen we ook een diamond voor. Nice. En dan hadden we nog Natuya. Ja, die is heel klein. Maar ja, ik dacht die is 4 sterren. Dus die pak ik sowieso maar mee. Krijgen we een zilveren medaille voor. Hoeveel puntjes hebben we nodig voor level 2? 40.000. Nee, die hebben we sowieso niet gehaald. En de professor die wil even wat vertellen over Crystabloompies. Nieuwe mooie ruïnes. 2 verschillende type structuren. Rita vraagt, ja, wat is er dan mee? Als we de ingang van de ruïne vergelijken met de, wat erin zit in die ruïne. Dan lijkt het erop dat het patroon wat in de grot zit later is gebouwd. En misschien hadden degenen die dit gebouwd hebben wel haast. Rita zegt ook, ja, dat was een raar gebied. Waarom zijn daar bloemen van de andere eilanden? Kijk, nieuwe Illumina Orbs, lekker. En dit zijn gouden Illumina Orbs. Zouden we die voor elke bloem kunnen gaan gebruiken? Kijk, we kunnen wel lekker tempootje maken nu, want we zijn hier al geweest. Laten we hier in ieder geval even een orpje op gooien. Ja, worden de Eldekosties daar blij van? Ja, die gaan daar wel wat doen bij die orp. Denk ik. Of gaan jullie nu gewoon weg? Dat kan natuurlijk ook. Even kijken hoor, er was hier nog een bloemetje. Die zat daarboven. Kijk, als ik daar nou even wat op gooi. Oh, deze die is al aan het... Oh, die is al aan joh. Oké, nu kunnen we wel even een betere foto maken van Neuvern. Oh, wat gaat hij doen? Kijk hem hangen in de lucht. Vet, vet. Er staan hier echt overal Crystablooms joh. Kijk, hier staat er bijvoorbeeld 1. Oh, kijk, daarmee zetten we zo'n standbeeld aan. Oh, wacht even. Laten we ons daar dan even op focussen. Dat we overal een Crystabloompie aanzetten. Kijk, dit standbeeld is nu ook aan. Oké, we zijn nu bij het volgende standbeeld. Die moeten we ook aanzien te krijgen. Maar waar is hier de Crystabloom die erbij hoort dan? Die zie ik even niet. Oh, daar. Daartussenin. Kom op, raak, raak, raak. Ja, kijk, die staat nu ook aan. Nice. Dan moeten we alleen deze laatste nog. Die moeten we er goed tussenin gooien. We moeten even die Eldegossies wegjagen. Ja, ja, ja. Kijk, ze gaan weg, ze gaan weg, ze gaan weg. Kom op. Ja, die is ook aan. Oké, we moeten dus die boom aanzien te krijgen, denk ik. Stond deze nog niet aan? Deze hadden we ook al aan, toch? Oh nee, er staat achter, achter die Golurk. Oh nee, lukt dit? Ja, die staat nu ook aan, toch? Ja, kijk, cool. Die hebben we ook aan. Even een foto maken van die naartoe. En nu? Deze Crystabloompies zijn nu ook aan. Dan moeten we die middelste aandoen. Is it just me or do things seem a little bit different this time around? Ja. Ik weet niet wat dit is, maar ik zou heel graag daar wel naartoe willen of zo. Kunnen we hier niet naartoe? Of moeten we daar iets ingooien? Wat moeten we hiermee doen? Wat gebeurt er? Dit is toch een soort van portal of zo? Of ben ik nou gek? Ja, we gaan hier nu naartoe volgens mij. Oh, wat gaat hier gebeuren? Wat gaat hier gebeuren? Ja, we hebben een ander pad ontgrendeld. De ruïnes komen tot leven. Ja, oh, wat vet. Wat vet. Ah, dit is super cool. Energie van elk eiland gaat nu omhoog. Ja, die gaat dwars door die bomen heen, die energie. Ieder eiland is geconnect met deze plek. En we gaan nu hier naar boven. Oh, we moeten eerst naar het kamp. Want de professor die maakt een teleportatiepunt voor ons. Oké. Spannend. Eerst maar even wat mooie foto's inleveren. Kijk, kijk, kijk. Hier hebben we een nieuw record met een mooie Neuvern foto. En een nieuw record op onze Golurk foto. En dan gaan we kijken of we nu die 40.000 punten bij elkaar hebben. We hebben nog 11.000 punten daarvoor nodig. Dat moet denk ik wel lukken. Ja hoor, we gaan naar level 2. En we mogen nu naar top van de berg of zo. Hiermee, met het teleportatiepunt, kunnen we naar het midden van de ruïnes. Oké. En gaan we daar de Pokémon dan vinden? De Pokémon van de muur al. En de professor zegt, ja, na dit alles gaan we die Pokémon eindelijk ontmoeten. Ja, maar hallo, de ruïnes zijn nu op level 2. Ik wil eerst nog even weten natuurlijk wat er hier nu veranderd is. Er gaan hier ongetwijfeld nog nieuwe Pokémon langskomen nu. Kijk, we zien al veel meer Eldegossies ook daar. Eldegossies, hier heb je een Illumina Orpie. Yay! Woe. Kijk, deze Houndoom ligt nu lekker te maffen hier, jongen. Slaap lekker. Hier, Crystabloompie Bal Illumina Orb. Crystabloompie Bal Illumina Orb. Heel nice. Oeh, Chandler. Ah, dat is wel een van de favoriete Pokémon, jongens. Ik vind Chandler echt cool. Kijk hem. Ja, nu kijkt hij naar de camera. Heel vet. Heel vet. Super cool dat Chandler in de game zit.
Nice. Ja, en blijkbaar moet er hier ook een Pokémon langskomen. Bij deze hartjes. Maar wie dat is? Geen idee nog. Oké, hier. Go lurk. Hier. Illumina Orb. Oh, die Chandler vind ik echt heel dik. Absol! Die zit hier ook even verstopt. Kijk hem kijken, joh. Zag hem hoe die mij aan het observeren was. Heel cool, zeg. Absolletje. Zit je er nog steeds? Ja, man. Oh, wat cool. Een prachtige Pokémon ook. Kijk, en nu we dus niet al die statues aan hebben gezet... zijn nu deze crystal bloempjes er allemaal uit. Dus dat is eigenlijk wat je doet door al die statues aan te zetten. Anyway, dit was de derde run. Op level 2. Oh, met Chandler en Absol. Ja, ze hebben wel echt toffe Pokémon tot het laatst bewaard, hoor. Kijk, deze foto van Chandler dan. Ah, en daar hebben we Absol. Ook heel nice. Ja, ik dacht dus dat dit de laatste video zou worden... omdat we de Illumina Pokémon zouden tegenkomen. Maar dat gaat gebeuren in de volgende video. En als je dat wil zien, vergeet dan niet te abonneren. Druk even op die rode knop. 50.000 abonnees, bijna. Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!